Hartelijk welkom alweer bij aflevering 34 van de Artiesteningang. U heeft me een tijdje moeten missen, maar we hebben even in de lappenmand gelegen. Maar mijn collega Bart Krijnen heeft natuurlijk perfect opgevangen. De Artiesteningang, het programma van de Nederlandse artiest. Natuurlijk met hun muziek en de videoclips. We gaan snel beginnen, want we zitten boordevol. Jeffrey Heesen met zijn nieuwe single Wij zijn uitgepraat. Van binnen dat jij wil beginnen over iets wat jou echt raakt. Jouw leven was niet heel eenvoudig door alle problemen die ik heb gemaakt. Als jij nog één keer voor heel even met me praat, dan laat ik je zien dat ik veranderd ben. Elke avond was ik weg tot 's avonds laat. Single inderdaad van Jeffrey Heesen en Wij zijn uitgepraat. U bent het van ons gewend, artiesten bij mij hier aan de desk. We hebben ze al eens vaker gehad. José Sepp. Ja, hoi Marco. Hoi, goedenavond. Ja, leuk dat ik erbij ben. Ja, zeker. Dankjewel. Wij vergeten jou niet, hè? Nee. En zeker niet na jouw laatste single. Nee, ja, dat is alweer een half jaar geleden, hè? Ja. Toen was ik hier ook inderdaad. En ja, hartstikke leuk bij jullie ontvangen. En de single ook. Jullie hebben ook heel veel goede airplay gegeven. Het is een wonder. Was mijn eerste debuut, of mijn debuutsingle. Ja. En ja, die is gewoon geweldig goed ontvangen. Zonder verwachtingen, maar ja, overal heel goed opgepikt hier. Is dat misschien, het was een cover. Ja. Dus is dat makkelijker? Ja, ik heb het zo nooit gezien. Het was een nummer wat heel dicht bij me stond, wat ik ook al een tijdje in het land zong. Het voelde als een tweede jas en het was hoog nodig, vond ik, toe aan een beetje een remake. Ja, een opfrissing. Ja, hij was van 81, dus ja. Tel uit je winst. Alweer even geleden. Ja, daarom. En ja, ik denk dat met Manfred Jong en Elis samen de nieuwe versie van Het is een wonder, dat het heel goed gelukt is. En gezien ook hoe die is opgepikt vorig jaar, ja, dan hebben we daar een goede keuze in gedaan. Wat ik hoorde ook uit verhalen van jou uit voorgesprek, in België zelfs. Ja. Ja, klopt. In België is hij ook heel leuk opgepikt. Heb ik ook hoog in de hitparades gestaan. In Nederland ook. Heb ik toch diverse mooie noteringen gehad. Drie keren tv, privé. Nou ja, het is voor een eerste single is hij heel goed ontvangen. Ja, ik zie het ook wel een beetje, je straalt ook helemaal. Ja, dat is wel dat past bij jou, hè? Ja, maar ik vind het ook zo leuk. En het is, ik wist ook niet wat ik kon verwachten. Ik zing natuurlijk al een hele tijd. En toen ik de eerste single uitbracht, was het gewoon een droom die uit
kwam. En alles wat daar meer bij is gekomen, is zo mooi geweest en geboren. En het smaakt alleen maar naar meer. Ja. Ik vind het gewoon geweldig om ja, mijn lied uit te dragen en mensen blij te maken. Ja. En ja, dat is waar ik het voor doe. Ja, ik denk toch wel, als ik jou zie, zo dat straal je ook uit en dan wil je ook bij de mensen overbrengen. Ja. Dat heb je ook gedaan bij jouw cd-presentatie. Ja. Ja, ik had een cd-presentatie inderdaad en heb ik met wat bevriende collega-artiesten, die zijn daar komen zingen. Ja. En ja, het was een hele happening. Ik geloof 250 mensen, zat bomvol. Ja, leuk man. Mensen van heinde en ver die dan toch... In Etten-Leur? Ja, in Etten-Leur. Op de markt? Ja, op de markt. Helemaal goed. Ja. De burgemeester? Ja, ja. Ja, 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 ja. Mogen we reclame maken? Wij mogen hier geen reclame goed, maken, dus dat doen we dan ook niet, want dat was de burgemeester van Etten-Leur. Ja, dat is waar. Dus, ja, ja, nee, daar ja, dat was gewoon een hele mooie happening. En dan is zo mooi te zien dat er heel veel mensen van heinde en ver naartoe komen, speciaal voor jou. En dat is toch wat ik een half jaar al bereid heb opgemaakt. Ja. En ik begreep van jou straks, Tina Trucker zelfs. Ja. Ja, dus kom zomaar binnen, jij wist nergens niks van. Nee, ik wist niks van. Ik stond op het podium en kreeg mijn single uitgereikt en daar stond Tina. En ik zie Tina natuurlijk het laatste half jaar regelmatig in het land en bij tv en radio interviews. En nou, ze stond daar met haar man. Ik vond het zo leuk dat ze speciaal de moeite had genomen om naar mij te komen. Absoluut, natuurlijk is dat heel mooi. We gaan straks even heel snel verder. We gaan kijken naar een nieuwe clip van Dennis Alberti. Dat kwam maar goed van pas. Ze zei, wat ben je leuk, wat zing je goed. Maar jij zag het gebeuren, je had haar meteen al door. En ik wist echt niet waar ik kijken moest. Kans bij jou. Dat was de titel van de laatste single van Dennis Alberti. Bij mij nog steeds hier te gast José Sepp. Hebben we net over gehad, tweede keer. Drukprogramma, radio, tv, overal naartoe. Ja. Maar
Ja, jouw gezin. Hoe is er die onder? Ja, die vinden het hartstikke leuk. En ik krijg ook alle support, anders kon ik het zo niet doen. Want ik heb inderdaad mijn man en mijn dochter Nikita. Ja. En die steunen me ook. Eten staat klaar. Ik kan gewoon als ik thuis kom aanvallen en dan kan ik weer door, net als vanavond. Ja, want dus, vanavond heb je een privéchauffeur. Ja. Ik heb mijn moeder vanavond meegenomen, want die gaat dan ook mee. Ja, ik kan niet overal alleen naartoe, dus het is altijd fijn als er iemand bij is. Is ook wel een heel verhaal, van de vorige keer toen je hier was. Van, volgens mij heeft ze iets met een hond, hoor ik. dat was nog een bak, want er liep hier een hond rond. En die had het op mijn moeder voorzien. En die was toch eventjes flink gebeten door die hond. Dus die dacht wel twee keer na voordat ze weer meeging. Ik zei, ik moet naar Uden. Zeg ze, niet met die hond. Ik zeg, jawel. Ik zei, ga mee. Nou, bij deze dus? Ja. Ze is er weer bij. Waarvan acte? Maar ze is erbij. Ja, natuurlijk. Dus, we zijn natuurlijk heel blij mee dat ze er wel bij is. Gezellig. Dus, je hebt de steun gewoon nodig van je gezin. Ja. Dat zei ik net al. En Nikita vindt het ook hartstikke leuk. Die is weliswaar fan van Taylor Swift. Okay. En dan zeg ik altijd van, ja, vind je het wel leuk, Nikita? Ja, het is net geen Taylor Swift, maar voor de rest kan het ermee door dan. Dus, Dan zal ze het volgende nummer denk ik ook niet kennen. Want dat was een beetje onze tijd eigenlijk. Ze komen uit België, waar jij heel veel succes hebt gehad. En nog. Ja. Clouseau en Nobelprijs. Jouw zachte ogen in de ochtendzon zijn zoveel mooier dan ik dromen kon. Dit komt maar eenmaal in een leven voor, we gaan er vandoor. Jij begrijpt wie ik ben, wat ik voel en wat. No.
Uit België afkomstig, Koen Wouters met Clouseau en de Nobelprijs. Waar ik het eigenlijk om jou nog over wil hebben, eigenlijk over een Nobelprijs, die het misschien wel ooit zou kunnen worden. De social media helpt jou ook ontzettend ver, denk ik. Ja. Dat is niet alleen met Twitter en Facebook, maar alles denk ik wel. Ja, als je ziet hoe een vlucht dat genomen heeft een half jaar geleden, had ik een aantal vrienden. En ja. Sinds dat het is een wonder uit is gekomen, is het zo'n olievlek geworden. Ja. En dat is mooi om te zien hoe je dat kan gebruiken ook om de mensen te bereiken. En dat mensen weer liken en vrienden weer liken. Ja. En ja, ik vind het een heel mooi fenomeen om uit te dragen wat je eigenlijk uit wil dragen. Oké, dat doe je ook helemaal zelf? Ja, helemaal zelf. Want je hebt nog een baan? Ik heb een baan, ja. Een aantal dagen in de week werk ik inderdaad op een hogeschool in Breda. Okay. En het doet me veel plezier. Vind ik ook heel leuk om te doen tussen studenten en docenten. En gaat het allemaal goed. Houdt me ook een beetje gewoon in evenwicht. Wat doe je dan, als vraag me? Ja, zit ik op een academiebureau. Dus ik ben een beetje de schakel tussen de studenten met vragen. En ik regel van alles daar. Dus, en problemen oplossen of ook, wat er ook zijn. En leuke dingen. Dankjewel. Dus maar die social media inderdaad, die draagt gewoon heel erg toe bij. Ik merk wel, tenminste, ik weet niet of jij dat merkt, bijvoorbeeld, de meesten hebben wel een website, hè? Jij ook, josesep.nl. Ja, maar ik bedoel, ik heb meer het idee dat de mensen wat meer op Twitter zitten dan op Facebook. Klopt, dat is ook eigenlijk wat je snel kan wisselen. Hè? Dus je kan snel overal op inspringen. Mensen willen graag heel snel informatie hebben en weer doorswipen. Dus daar is dat goed voor. Je moet natuurlijk een website hebben, inderdaad www.josesep.nl. Daar staan ook allemaal doorlinkjes naar mijn videoclips van YouTube en Facebook, Instagram en Twitter. En zo probeer ik ervoor te zorgen dat iedereen mij kan volgen. En dat ze op de hoogte blijven van wat ik doe in de muziekbusiness. Maar ook af en toe is privé, of vakantie ben, of waar ik dan zit. Of ik ga niet alles delen natuurlijk. Nee? Maar nee, niet alles. Dat vind ik dan wel jammer. Ja, dat dacht ik wel. Ja, nee, maar wel veel. Want dat stukje hoort ook bij mij. En dan is het totaalplaatje José Sepp compleet, denk ik. Dus voor de mensen thuis, josesep.nl, word je automatisch doorverwezen naar Facebook en naar Twitter. We gaan snel verder met Nielson en Jiggy J, als ik het goed uitspreek. Ergens in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size plek. Ik zie jullie morgen, ga maar vast. Ik ga nog even naar de bar. De nacht is nog jong, mijn blik valt op jou, je drankje valt om. Wat wil je drinken? Ik bestel. Ik ben nieuwsgierig en jij vertelt. Tot de barman ons stopt en vraagt of we willen weggaan, want zijn dienst zit erop. Naar de lift. Ze kiest dezelfde verdieping. De sleutel van de deur gaat in de kamer naast mij. En nu zit ik ergens in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size plek. Oh, ergens in een hotel suite. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Ze is één kamer bij mij vandaan. Even aankloppen, blijven staan. Zij is zo sweet, zo. Ergens in een hotel suite. Zo, zo sweet, zo. Ergens in een hotel suite. Misschien wil zij wel frisse lucht. Ik stap naar buiten, geen geluk. Nu vraag ik me af, was het zo bijzonder of was het dan toch de drang? Naar de lift en weer dezelfde verdieping. En ik blijf even wachten voor de kamer naast mij. En nu zit ik ergens in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size plek. Oh, ergens in een hotel suite. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Ze is één kamer bij mij vandaan. Even aankloppen, blijven staan. Zij is waarschijnlijk op doorreis naar dromenland. Kamer 5, ik geloof 06. Achter het schilderij op de wand ben jij dichtbij, maar zo ver weg. En ik zweer, je zag me in de lobby. En ik zag de lobby in je glimlach toen we voor het eerst kruisten met onze blikken. De hele situatie magisch, zoals in een film. Ik dacht actie, vind niet vragen of ze iets wil drinken. En daar zaten we te praten, af en toe even. Vielen de stiltes, maar ze spraken boekdelen. Comfortabel,
alsof we dit sinds vroeger deden. Plus je lachte om een slechte grappen, dat is een goed teken. In de lift vroeg je, geloof je in het lot? Ik zei 100, maar ik heb nog nooit gewonnen. En nu lig ik op mijn bed in fantasie verloren, met inspiratie voor een tekst die je nooit gaat horen. Ik ben ergens in een hotel. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet, want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size bed. Oh, ergens in een hotel. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Eén kamer bij mij vandaan, even aankloppen, blijven staan. Kijk naar een nieuwe clip van Nielson en Jiggy J. Hotel Suite. Ja. Heb je er ook iets mee, vakanties? Heerlijk. Ja? Ja, jij niet dan? Ja, ik ben een beetje een zomermens. Ik ben niet zo... We zitten net natuurlijk uit de winterperiode. Ja. Skiën hou ik niet zo van. Ik ben wel in de tijd altijd naar Westendorf geweest. Ook veel optreden gedaan. Après-skiën zeker. Après-skiën wel, hou ik wel van. Ja. Maar jij bent volgens mij een zomermens. Ja, helemaal. Ja? Ja, ook. En in de winters hoek ik ook gewoon de zon op. Okay. We zijn laatst nog op de Canarische eilanden geweest. Lekker net naar de carnaval. Heerlijk. Even relaxen. Even er helemaal uit. En dan lekker in een hotelkamer. Inderdaad. Ja? En dan all inclusive. En dan ga ik op het bedje bakken en braden. En dan een beetje lezen. Ja. Ja? Ja, ik vind het lekker. En ik hou ook wel van dingen doen natuurlijk. Maar zo'n weekje bijkomen vind ik lekker. En over een tijdje, een paar maanden, gaan we ook weer een citytrip naar Milaan maken. Oh. En de zomer staat alweer vast. Ik vind het altijd leuk om een aantal keer zo... Plan je dat van tevoren of komt er in je op en denk van nou... Nou ja, weet je, dat gaat in dit vak niet zo. Nee. Je moet het een beetje plannen. Je zit met je singles en je promotie, je optredens. Dus, maar we blokken wel een beetje met het gezin, dan de vakanties. En daaromheen komen dan de optredens en alle andere muzikale activiteiten. Ja. Dus er staan een paar leuke reisjes weer in de planning. Oké, waar naartoe? Ja, Milaan. Ja, en, dat hoorde ik, maar nog meer? En van de zomer gaan we 4 weken naar Italië. Oké. Weer ook in Italië? Ja. Dus Milaan en dan nog een keer in Italië. Lekker spaghetti eten, heerlijk. Ja, zeker. Ja. Echt zo'n pasta-wens? Ja, heerlijk. Ja, hoor. Ja, heel veel pasta's. Maar ik vind Spanje ook heel erg leuk. Ja, eigenlijk vind ik alles wel heel leuk. Ja, maar ja, ik heb er niet altijd tijd voor. Nee? Nee, ja. Okay. Zo'n aantal keer per jaar. En dan, ik zou het liefst wel heel vaak op vakantie gaan. Ja? Ja. Je bent niet zo'n huismens? Nou ja, ook. Ja, ik vind dat ook lekker, maar vakantie vind ik ook heerlijk. Oké. Ja, ik vind het natuurlijk ook leuk, maar ik ben toevallig een tijd terug nog naar Brugge geweest, naar België. En, hartstikke leuk. Dat zijn ook wel leuke citytrips. Ja? Dus zeker, Gent, Brugge. Mooie steden. Ja, absoluut. Dat is sorry. Zeker Brugge. Dat is helemaal geweldig. Blijf even lekker bij, want ik ben even over mezelf aan het vertellen. Dus het is gewoon hartstikke leuk, José. Doe even een slokje drinken en dan gaan we gewoon even door. Het maakt helemaal niks uit, José. Je blijft maar een beetje ronddwarrelen hier met de lamp en ik klets gewoon even door. En Brugge was gewoon hartstikke gezellig, José. Dus ook misschien iets voor jou. Ja, nou, ik zal het eens even in overweging nemen. We gaan maar snel verder met de volgende clip. Een dame die tijd terug hier ook was bij mijn collega Bart Krijnen. Rox van Dril.
meer mee. Ik heb het nog even heel goed bekeken. Opnieuw vakantie is het beste idee. Weer alles beleven van toen en van nu. Nog één keer passeert alles weer de revue. Geef mij maar een ticket naar de zon. Naar het land waar de liefde voor ons begon. Liepen wij hand in hand naar die blauwe zee. Zo'n plek waar ik altijd zou. Een beetje over de vakantiebestemmingen en ik zou wel overal zijn geweest. Ticket naar de zon was de laatste clip van Rox van Driel. Nog steeds bij me in de studio, ja, wel een beetje hysterisch, maar wel leuk dat ze er is weer. José Sepp en ja, natuurlijk, het maakt het programma ook leuk natuurlijk als we een beetje lachen met elkaar. Toch? Ja, en dan hebben we alles nog niet uitgezonden. Nee, nog niet alles, dus maar dat we komt alleen goed. Maar gelachen. Zeker, maar ja. Wel even op de nieuwe single. Serieus. Even serieus ja. Over de nieuwe single. Ja, nou, want dat is serieus. Dat is want, heel... Deze heb je zelf geschreven. Ja, klopt. Het is wel leuk, want Het is een wonder was natuurlijk best wel een leuk succesje geworden. En zeker voor een debuutsingle. En ja, dan ga je toch weer nadenken van een opvolger, want die moeten we dan wel komen. Absoluut. Tenminste, dat wil je, want je bent dan weer besmet met het virus. En ik ben naar Manfred weer gegaan, Manfred Jongenelis, van wat gaan we doen? En die is even bezig geweest en die kwam met een muziekje aan. Hij zegt, is dit niks voor jou? Het is heel anders dan Het is een wonder. Maar ik denk ook dat het echt bij je past. En nou, dat klopt, want het is ook echt een stukje José. Heel anders weliswaar, maar ik had er gelijk een klik mee. En er zat alleen nog geen tekst bij. Ja. En Manfred zei, probeer eens of je het nog kan. Want ik heb in het verleden ook wel wat teksten en muziek geschreven. Nog wat liedjes die op de plank liggen van mijn hand, die nog niet uit zijn gekomen. Maar ja, ik hoop dat dat ook wel gaat gebeuren in de toekomst. Voor jezelf of voor anderen? Ja, nou, voor mezelf. Over mensen in mijn omgeving toen de tijd. Okay. Dat projecteert op verliefdheid leuke stille liefdes en zo. Maar die komen nog. En toen ben ik aan de slag gegaan met deze muziek. En ik had al meteen zoiets van, waar ga ik het over hebben? Want het is vrolijke muziek. Het zijn korte zinnetjes. Ja. En ik wilde iets doen wat ook echt heel dicht bij me staat. En dat is een beetje het flirten. En dan moet je niet denken dat ik met iedereen flirt. Nee, ik merk er helemaal niks van. Nee, ik doe toch ook helemaal niks. Nee, we zijn aan het praten en aan het lachen. Maar dan in de breedste zin van het woord, flirten met je partner. Met de co-host, op de fiets, gewoon in de kroeg. En daar heb ik in een paar steekwoorden geprobeerd op tekst te zetten. Dus de blikken, die kruisen, de vlinders in je buik. En daar resulteerde dan mijn glimlach uit. Oké, dat is wel aardig gelukt, denk ik. Ja. We gaan er zo meteen even naar kijken. Maar pak eerst een collega van jou, ook vrouwelijk. Corrie Konings. Okay. En Duizendmaal. Je kwam niet naar huis, je bleef langer weg. Je smoesje was goed, je had autopech. De telefoon ging, een stem zei heel zacht dat jij een ander had en bij haar bleef die naam. Je hebt me duizendmaal bedrogen, maar waarom heb je dat gedaan?
ik voel me weer goed. Het leven is mooi, het lacht me weer toe. En wat er ook was, voorbij is voorbij. Ik moet weer verder, al ben ik jou dan kwijt. Je hebt me duizendmaal bedrogen, maar waarom heb je dat gedaan? Je hebt me altijd voor gelogen en voor een ander laten staan. Je hebt me duizendmaal bedrogen, nu blijf ik achter met de pijn. Ik blijf altijd in jou geloven, waarom heeft dit moeten zijn? Ik zou duizendmaal, Corrie Konings. Nog steeds bij mij hier. Het laatste blokje zit wel weer. Het gaat heel snel, José. Ja, het gaat heel snel. Het gaat heel snel. Ja, en ik heb zoveel te vertellen. Dat weet ik, dat weet ik. Ja. Maar over de tijd, wat zijn jouw plannen nog? Wat wil je gaan doen? Je hebt nu je tweede single uit. Ja, ja, met een hele leuke release party natuurlijk een paar weken geleden. Hij is net uit en was een heel leuk feest. Daar ben ik ook heel blij mee geweest met, met dat feestje daar. Ja. En veel leuke bekende collega-zangers. Het zat bomvol. Ja. En dan merk je het ook dat er, dat er mensen van heinde en ver naar je toe komen. Dus missie geslaagd, denk ik. Ik ga zeker door. Dit jaar zal er nog een nieuwe single uitkomen. Alhoewel ik daar nu nog niet mee bezig ben, want ik wil alles zetten op de promotie en de aandacht voor mijn glimlach. Ja. En ik hoop gewoon dat die heel Nederland doorgaat en dat zoveel mogelijk mensen de videoclip gaan bekijken op YouTube. Ja. Want die is best leuk, heb ik met een kleine groep mensen heb ik die in elkaar gezet. Ja. Tenminste, hebben we een bandje geformeerd en we hebben daar een beetje zitten jammen. Er zijn wat livebeelden van die cd-presentatie in voorgekomen. En ik denk dat het een hele leuke clip is om te gaan kijken. En ik hoop in dit jaar inderdaad nog een nieuwe single te maken. En wie weet dan in de toekomst een album. Je zei het net al een beetje, de nummers die je geschreven hebt, die je hebt liggen nog. Dus ja. Het vervolg kan er zeker aan zitten komen. Ja. Dus zeker naar deze. We moeten natuurlijk nu alle promoties op deze zetten. Mijn glimlach. Ja. Die heb je ook. Je straal je ook uit. Ja. Dus, en ik hoop dat je ook blijft doen. Ja. Hè? Ja, ik heb er heel veel plezier in. En ik hoop dat de mensen er ook van genieten. Ja. En dat is het belangrijkste. Dat denk ik wel. Ja. We zijn weer aan het einde gekomen, José, van deze uitzending. Aflevering 34, De Artiesten. En ik vond het hartstikke leuk dat je er weer was. Zeker voor je nieuwe single. Ja. Hè? Mijn glimlach. Ja. Maar kon ik hem even aan voor de mensen thuis? Ga ik doen. Hier is mijn nieuwe single, Mijn glimlach. Oké, tot volgende week. Ja, jij wil een beetje dansen, lachen, tot een nieuwe morgen komt. Hey, jij, ik zie je naar me kijken, maar probeer je te ontwijken. Ik hoop zo dat je mij toch wel doorziet, zie je mijn glimlach niet. Kijk jou aan de spanning is nu voelbaar, blikken die kruisen en vlinders in mijn buik, het spel van wat flirten is. Af en toe bespannen, zie mijn glimlach speciaal voor jou. Hey, jij bent met jou een chance, ja, jij wil een beetje dansen.
ik je wil zeggen, blijft het bij dit moment of komt er nog wat meer het spel van wat flirten is? Is soms al heel uitdagend, zien mijn glimlach speciaal voor jou. Hey, jij bent met jou een chance, ja. Jij wil een beetje dansen, lachen tot een nieuwe morgen komt. Hey, jij zie je naar me kijken, maar probeer je te ontwijken. Ik hoop zo dat je mij toch wel doorziet. Zie mijn glimlach niet. Kijk mij aan, kijk jou aan, de spanning is nu voelbaar.